Met je mountainbike of BMX lekker door de modder scheuren. Voor veel mensen is het de ultieme vrijtijdsbesteding. Stichting Freeride Achterhoek was dan ook erg blij dat ze dinsdag een heuse dirt konden openen. Voorheen werd er veel gecrossed op tijdelijke plekken of in het buitenland. Maar nu is er dan de officiële baan. Doetinchem is met de opening de eerste plaats in Nederland met een freeride baan die aan alle regels en eisen voldoet. Ik ben helemaal in de hemel. We hebben anderhalf jaar hard naartoe gewerkt. Het is heel onrealistisch dat nou echt hier al binnen 2 dagen een baan ligt. Er zijn eigenlijk 8 aanmeldingen geweest in Nederland. Daarvan zijn er 3 uitgekozen, waarvan wij 1. Maar deze baan is eigenlijk uniek in Nederland in die zin dat het een mountainbike baan is. En we willen dit park dusdanig uitbreiden met deze basis van Red Bull. En achteren verder uitbreiden met allerlei houten obstakels. Met nog meer dirt erin, nog meer sprongen, nog meer kombochten, wipwaps. Misschien wel een foampit waar dus mensen salto's kunnen oefenen, zoals je net misschien weer gezien hebt. En dat maakt ons park gewoon heel uniek in Nederland. Wat doet de wethouder nou hier op de dirt? Nou, ik ben een jaar geleden benaderd door een stel enthousiaste jongelui die zich bezighoudt met een voor mij onbekende sport. Freeride mountainbiken. En die waren geweldig enthousiast. Ze zochten een plek. Tot dat moment werden ze steeds weggestuurd. Tijdelijk mocht het wel in het bos of elders. Die zochten een permanente locatie. Nou zag ik je net al even zelf op de fiets zitten, maar wat maakt deze sport nou zo gaaf? Het is vooral de kick. Het leukste van die sport eigenlijk is, het is een individuele sport. Je bent toch samen met z'n allen in zo'n park. Je spreekt Frans, je spreekt Engels, Duits, dus het maakt allemaal niet uit. Het is één grote familie. En vooral de kick die je kunt halen, jezelf opladen voor zo'n grote sprong. Je bent er vaak een kwartier mee bezig. Totdat je eindelijk van, ja, ik ga het nou doen en dan ga je er vanaf, kom je naar beneden. Dat is de kick. En je zou het dus wel iedereen aanraden? Ja. Als je een beetje lef hebt en uitdaging zoekt, dan gaan freeriden. Dit is niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Nee, dit niet. Want dit is ook techniek, dit is oefening en dit is eigenlijk een soort lifestyle, zou ik willen zeggen. Wat je tegenwoordig ziet, de jongelui, die zoeken toch de kicks. Die zoeken de grenzen, proberen ze te verleggen. Dus deze sport heeft een aantal elementen in zich die daar een goede inhoud aan kunnen geven. Dus ik zie deze sport in de toekomst nog verder groeien en bloeien. Vooral met zo'n mooie accommodatie. Ik moet zeggen dat u met de mountainbike en uw kapsel wel een beetje tussen past. Oké, nou dan onderga ik binnenkort een verjongingskuur en dan probeer ik alsnog mee te doen. Een aantal professionele rijders gaf dinsdag een demonstratie op de baan. Ook de jonge talenten konden alvast oefenen. Wie weet zien we ze over een aantal jaren terug bij de grote wedstrijden.